U staat in keuken uit 1552. Het gebouw is namelijk gebouwd in 1552. Dus nee, dit zijn de bewoners. Ik denk niet. Dat is ook niet logisch, ja. Want de manier waarop wij naar geschiedenis kijken is een onmannelijke manier. Hè. We kijken naar grote gebeurtenissen, grote politieke gebeurtenissen. Nou, daar horen mannen bij, de grote mannen van de geschiedenis. En ja, vrouwen hebben daarin al eenmaal niet zo'n grote rol gespeeld in het verleden. Dus de vrouwen, die hingen is natuurlijk een symbool van de tijd. Die verstrijkt, maar het wil meer zeggen. Het wil zoveel zeggen als: kijk, ik ben me bewust van de tijd die ik hier op aarde slijt, maar pas op, die gaat voorbij. En ik leef dus ook niet voor het heden. Je ziet ook dat het portret langzamerhand doorcijpelt naar ook de lagere standen. Nou, dit burgergezin is in hun mooie kamer, de Biedermeier-inrichting, geschilderd. Die we beneden zagen met die transseksueel uit Istanbul. Prachtig beeld van heilige. Wie zegt het zo gauw? Welke heilige wordt hier afgebeeld? Sebastian? Heilig Sint-Sebastian. Die met pijlen doorboord. En zij gebruikt geen pijlen. En hier gebruikt ze zichzelf. Dat doen veel vrouwen wel. Hij zichzelf gebruiken van daar andere lichamen tegen aanzetten en noem maar op. Ze heeft zich hier afgebeeld als een soort zwarte negroïde dame. Maar als ze...